dames en heren, ik ben vrolijk. En waarom ben ik vrolijk? Ik heb maar één ding erop te zeggen. Ik heb namelijk een nieuwe camera gekocht. Jullie weten dat mijn Canon-camera, de spiegelreflexcamera, een lomp, groot, best wel een redelijke kwaliteit maakt op mijn video's. Je ziet het vooral op mijn vlogkanaal, Da Vinci Vlogs. Daar film ik bijna alle video's met één bepaalde camera, de spiegelreflex. Ik laat hem even zien, moment, ik ga even duiken. Kijk, dit is dat lompe grote camera ding. En het is op zich een hele fijne camera. Heeft ook aardig wat gekost. Maar om hiermee heel de dag te sjouwen in een pretpark is vermoeiend. En dat heb ik al een paar keer gedaan. Naar Toverland, Drievliet, twee keer naar de Efteling. Weet ik het allemaal niet. En het werd gewoon tijd voor gewoon wat vernieuwing. Dus ik heb gewoon een nieuwe camera gekocht. En ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Want het is namelijk een van de nieuwste modellen van Panasonic. Namelijk de HC 550. En deze camera is zo bizar. Ik laat jullie nu een filmpje zien. En terwijl ik dit filmpje afspeel, gaan jullie kijken dus hoe ver deze camera staat ingezoomd. Je zult het niet geloven, want we gaan nu uitzoomen namelijk. En je zult zien hoe verbazingwekkend het beeld uitzoomt. Nou, deze camera was ik zo ondersteboven van dat ik gewoon eigenlijk aan de overkant de buurvrouw kan filmen vanuit mijn kamer. Nee, maar dat is niet voor bedoeld. Maar dat het eigenlijk een fantastische camera is. En hij was gewoon scherp, hij was een goede prijs. En ik dacht, ik koop hem voor meer te gaan doen met deze camera. Ik ga hem uitpakken, speciaal voor jullie. Hij is net nieuw. Ik ben echt net terug van de winkels. Fantastisch. Zo, nou, er zit een flipje aan. Een flipje is altijd om hem goed open te houden. Ik ben altijd wel blij. Ik sowieso met het aanschaffen van apparaten, dan voel ik me altijd een man. Omdat je dan iets goeds hebt gedaan. Apparaten kopen, dat is voor mannen. Vrouwen die bedienen het soms. Maar mannen kopen apparaat. Serieus? Zijn er weer 14 bomen gesneuveld om mij te voorzien van 50 verschillende boekjes in 30 verschillende talen? Kurs Zoomers Anleiting. Is dat Turks? Ik weet het niet. Het is in ieder geval een gebruiksaanwijzing die ik niet ga lezen. Het is serieus. Het is serieus. Gaan we tellen. 1 boekje. 2 boekje. 3 boekjes. 4 boekjes. En nog heel veel stickers en weer reclamespam. Ongelooflijk. Er zal toch maar één knopje aan zitten aan die camera. Oh, daar zit ook nog een CD-ROM bij. Nou jongens, ik ben compleet. Jongen. Nou, het gaat natuurlijk om het apparaatje zelf. En dat is echt serieus zo'n klein dingetje. En daar moet zo'n grote karton. Nou, er zitten toch allemaal kabels bij. Ik haal eerst de kabeltjes eruit. Dit ziet eruit als een USB. Om hem te poweren, om hem op te laden via de computer, is handig. Ik zie hier een USB om te verbinden en ik zie hier een stroomadapter. Plus, oh, die valt er gewoon uit. Dit is de stroom. Je kunt hem mee opladen, makkelijk, met USB ook. En ik heb hier nog één ding. Ik denk dat dit de batterij is. Is dat serieus zo'n klein ding? Je kan even verdomme inslikken. Dan merk je nog niet eens of je een pil hebt ingeslikt. Kijk hoe klein. Nou goed, ik leg hem hierin. Dan kunnen we altijd sowieso je zooi bewaren in de doos zelf. Dan kan je het nooit kwijtraken. Vooral als het gaat om schroefjes. Oh, dat word je helemaal gek. Oh ja, dan krijgen we nog zo'n doekje bij. Ik pak hem heel voorzichtig uit, want het is echt een schatje. Oh, daar zit... Oh, prachtig. Er zit nog zo'n pliepetje aan. En je kan hem, weet je, deze camera kan je ook met de wifi bedienen. Met je tablet of je telefoon. Dus dat is fantastisch. Dan kan ik bijvoorbeeld de buurvrouw gaan filmen aan de overkant. Dan kan ik gewoon aan de andere kant van de kamer staan. En dan kan ik alsnog filmen. Oké, nou, dit is de camera. Full HD. Wifi. Nou, er zijn altijd die flapjes erop. Die haal ik er altijd wel af, want ze hebben geen nut. En die plak ik gewoon op mijn tv. Zo, die heb ik op mijn tv geplakt. Dat staat wat mooi. Nou, ik denk dat hier achterin de batterij moet. Vroeger had ik ook een camera. Wow, de zon komt! De zon! Ik heb nog nooit de zon gezien! Zo, zon weg. Ik zit in een kamer, een gamekamer. Daar mag geen zon binnenkomen. Ik ga een batterij erin doen. En die batterij zit ergens... Ik weet niet. Waar zit die? Oh, die had ik natuurlijk hierin gedaan. Zie je? Dat is de goede. Dat is de goede tactiek. Altijd in de doos doen. Dan ben je hem nooit kwijt. Ik wou er al naar zoeken, hè. Ja, dan moet ik alsnog zoeken. Kijk, dit is de batterij. Echt een mini batterijtje. Echt een klein, schattig batterijtje. Het is ook geen grote camera. Dus dat zou ook raar zijn als je zo'n batterij krijgt terwijl de camera kleiner is. Oké. Nou, er hoeft maar één manier, dan moet hij erin.
goh, gaat dit nou zo moeilijk al? Hij moet gewoon in één keer erin kunnen en ik zit weer te kloten. Oh, hij gaat af. Nou, ik doe hem open. Ik doe het, het is echt een heel ruim scherm. Zie je, het is echt een groot scherm al. En, ja, het is gewoon een lekker cameraatje. Hij kan lekker in de hand zo. En natuurlijk mezelf filmen, dat kan natuurlijk zo. Hallo dames en heren! Dat kan je makkelijk doen, hè. Ik ga hem eens openen. Waar is het schuifje? Gaat het schuifje automatisch open als ik hem opstart? Ik ga ze open doen. Ik ga hem aandoen, let op. Even zoeken. Hier. Oké, hij gaat aan. En... oh my god, er zit al geluid in. Setup, basic wifi settings. Nee, dat hoeft niet. We willen geen... oh my god. Dit is al echt een heel vloeiend scherm. En ik moet al gelijk de datum gaan instellen, dames en heren. Ik moet gelijk de datum gaan instellen. Het is vandaag de... oh, dit is zo'n touchscreen. Ik heb daar helemaal... dat vind ik op zich fijn. Op zich vind ik het fijn. Maar voor mij is het wel... ja, op zich... ja, knopjes zijn vervelend. Dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Knopjes zijn vervelend. En vooral die geluiden. Dat is het eerste wat ik uit ga zetten. Ik vind het sowieso vreselijk. Ook bij een mobiele telefoon. Als je geluiden hebt aanstaan op een apparaat. Want dan weet je... je moet het 100 keer inklikken. En dan hoor je 100 keer dat geluidje. Zo, ik heb de datum en de tijd ingevoerd. Het is vandaag de 30ste, dat is leuk om te weten misschien. Weet je ook wanneer de video is opgenomen? En wanneer ik hem heb gekocht. En wanneer ik hem misschien weer terug moet naar de Mediamarkt trekken. Ik heb bewijs, ik heb hem op die datum gekocht, want ik heb de video gemaakt. Oké, okay, oh my god, kijk nou. Ja, je kan het gewoon niet zien, maar je ziet de wereld landkaart. En nu moet ik waarschijnlijk Nederland gaan zoeken. Dat wordt heel pittig. Wacht even. Waar zit Nederland? Ik denk bij Frankrijk in de buurt. Heb ik dat goed? Even kijken hoor. La Paz, Caracas. Ik weet niet wat Caracas is. New York. Nou, daar zitten we niet bij in de buurt. Jongens, wat is dat? Summertime set. Kom op, hé. Waar is het Nederland? Ja, dat weet ik wel, maar... even kijken. Hier staat wel GMT 000. Dat is Londen. Zal ik die gewoon selecteren? Rome, Parijs, Madrid. Ik denk dat Londen is. Enter. Home location is set. Ik woon in Londen vanaf nu. Oh my god. No card? Er zit geen kaartje in. Ik kan er helemaal niks filmen ermee. Wat heb ik hier aan? Nou, ik ben er wel blij mee. Hij gaat wel heel erg vloeiend, de camera. Ja, ik zeg... leuk apparaatje. En als ik hem dichtklap, dan gaat hij uit. En als ik hem open doe, gaat hij aan. Dan hoef ik hem niet elke keer te klooien met het aan- en uitknopje. Heel fijn. Nou mensen, ik ga er even mee rommelen. Ik zie dat ik de batterij sowieso moet opladen. Geen kaart. Ja, 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 ja. En mensen, je gaat meer van me horen... meer van me zien via dit apparaatje. Dus wend er maar aan. Geen webcam meer. En dan zie ik jullie de volgende keer terug in een nieuwe aflevering. Vergeet vooral niet te abonneren. En dan zie ik je weer terug. Groen duimpje. Doei doei.